Dus bij deze, dit is wat er was gebeurd. Oei, joh, ouwe. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video en vandaag ga ik weer vloggen. Maar laten we eerst eventjes wakker worden door een koude douche te nemen, want dat doe ik elke ochtend. Ik douche altijd eerst warm en daarna spoel ik helemaal koud af. En dat doe ik dan ongeveer 30 seconden en dan voel je weer helemaal fit vandaag en kan je weer gewoon tegenaan. Dus let's go! Jongens, ik lul maar wat. Ik douche helemaal nooit koud, maar ik dacht ik ga even interessant doen. Maar ik weet zeker dat mijn vader en mijn broer erg trots op me zijn als ik zeg dat ik vanochtend een koude douche heb genomen. Want zij doen het wel elke ochtend, maar ik niet. Maar ik vond het even grappig om te zeggen, ik wilde gewoon even interessant doen. Maar ja, je ziet het, ik ben het niet gewend. Het is gewoon echt fucking koud. Ik moet ook zo nodig weer eens een keer naar de kapper, want echt, ik kan er gewoon helemaal niks meer mee. Op naar de zaak. Ik ga vandaag naar Hengelo. En Hengelo is voor mij 2 uur lang rijden. En wat ga ik in Hengelo doen? Ik ga een nieuw stuur ophalen. Want mijn stuur wordt van Alcantara. Dat is zeg maar deze stof die je hier ziet. Dus ik heb daar hartstikke veel zin in. Maar ik ga eventjes zorgen dat Ruben meegaat. Want ik wil niet alleen naar Hengelo. Want dat is ongezellig om 2 uur lang alleen in de auto zitten. Dus ik ga eventjes iets bedenken waardoor Ruben meegaat. Goedemiddag. Hey pap, ik heb vanochtend koud gedoucht. Zo. Dat is echt... Dat is echt de goede kant op nu. Goed, hè? Ja, ik ben blij. Ja? Ja, denk het wel. Denk dat het goed voor je is. Ja, dat denk ik dus ook. Zouden veel meer mensen moeten doen. Dan wordt er niet zoveel gereld. Ja, jongens, zie je, ik zei het toch. Mijn vader zou trots op me zijn als ik zeg dat ik koud heb gedoucht. En we gaan het ook eventjes aan Ruben vragen. Eventjes kijken hoor. Kijk, hier zit ook een merkende jongen. Hé, hey, weet je wat ik vanochtend heb gedaan? Ik heb koud gedoucht vanochtend. Wat knap van je. Wat dan? Waarom doe je nou zo? Nou, omdat jij altijd loopt te zeiken dat je zo moe bent en dat je... En dan zeggen wij, gewoon, ja, ga lekker even koud douchen. Dat doe je vervolgens niet. Nou, ik heb het dus vandaag wel gedaan. En ik voel zeggen, me... Je ziet er ietsjes beter uit. Ik voel me fantastisch. Je ziet er ietsjes beter uit. Ook echt ietsjes beter. Dat is fijn om te horen. Oké, volgende ding. Hoe laat kwam je bed uit? De wekker ging om 10 uur. En toen heb ik een half uurtje nog gesluimerd. En toen kwam ik om 11 uur mijn bed uit. Hey, maar Ruud, ik heb een verrassing trouwens voor jou. Nee, niet voor mij. Jawel? Nee hoor. Ik heb een verrassing voor jou. Wat dan? Ja, daar ga ik je zo heen brengen. Nee, ik ga nergens heen. Echt wel, ik ga je zo heen brengen. Ik heb echt een verrassing voor je. Maar dan moeten we alleen even de auto instappen. Ik heb echt een verrassing voor je. Oh, je gaat het stuur laten zien? Nee. Dat heb je nog niet. Ah, fuck! Lach jij? Nee, ik heb gewoon echt een leuke verrassing voor je. Wat dan? Ja, dat zie je zo wel. Oké, okay, dus je gaat niet mee? Nee, ik ga niet mee naar Hengelo. Ah, jammer. Weet je wat ik wilde doen? Ik wilde een grapje uithalen en zeggen van Ruup, ik heb een verrassing voor je. Kom, maar dan moeten we alleen nu de auto instappen en dan onderweg na een uur rijden. We gaan naar Hengelo! Maar ja, je wil niet mee dus. Dus ik zit straks lekker alleen in mijn auto. Ja, het is ook voor jouw auto, het is niet voor mij. Maar kijk, ik had wel meegewild, maar ik kan gewoon niet vandaag. Oké, ik ga eventjes wat uitleggen. Namelijk, ik heb laatst een operatie gehad aan mijn linkeroog. Heel veel mensen van jullie snappen het niet. Steeds in mijn DM en steeds ook op YouTube en zo. Zie ik alleen maar in de comments staan van... Yo, wat is nou precies met je oog gebeurd? Ik ga het even uitleggen. Ik had namelijk een moedervlek in mijn ogen. En dan denk je van, hè, een moedervlek in je oog, dat kan toch helemaal niet? Jawel, want dit had ik dus in mijn oog. Ja. En dat heb ik toen weg laten halen. Dat snijden ze dan heel, heel netjes weg. En ik werd verdoofd met druppeltjes in mijn ogen. En toen voelde ik niks meer. Maar ik was wel gewoon zeg maar bij de operatie. Dus ik zag wel alles gebeuren en alles. En toen hebben ze het dus heel langzaam weggesneden. Klinkt echt heel vies trouwens in je ogen. Het was ook heel erg naar. En toen hebben ze na het dicht gehecht. En toen zag het er dus zo uit. Ja, en je ziet ook gewoon echt de hechtingen zitten. Het is best wel naar om te zien. En ik heb eerst ook nog eventjes met een soort van lap voor mijn oog gelopen. Omdat ik hem niet open mocht doen. Dat zag er zo uit. Ik ben nu al best wel goed hersteld. Kijk, hij is nog een beetje rood, zoals jullie misschien kunnen zien. Alleen, het doet geen pijn meer met knipperen. Want eerst had ik heel erg het gevoel alsof er zand in mijn oog zat. Of een haar als ik ging knipperen. Maar dat is nu niet meer. En nu is het gewoon een kwestie van eventjes wachten tot het rode weg is. En alle hechtingen eruit zijn. En dan heb ik als het goed is 1 heel wit oog in plaats van een wit oog.
met een raar puntje erin, wat dus een moedervlek was. Maar ik dacht, ik leg het eventjes uit, want het was voor heel veel mensen nog niet helemaal duidelijk en die vroegen er nog heel veel naar. Dus bij deze, dit is wat er was gebeurd. Helaas wil niemand met mij mee naar Hengelo, dus dan ga ik zelf maar 2 uur lang in de auto zitten. Wat wel lekker is van alleen in de auto zitten, is dat je gewoon lekker vol de muziek kan aanpompen en dat je gewoon lekker gas naar je bestemming kan gaan en zonder dat je eigenlijk rekening mee hoeft te houden dat iemand naast je zit waar je een beetje mee moet gaan praten en zo. Wat ook heel erg leuk is, wat ik eigenlijk liever wil. 2 uur lang is echt lang, jongens. 2 uur lang rijden, dan ook weer 2 uur terug. Oftewel, ik ben 4 uur onderweg straks. Maar goed, let's go. Hengelo is trouwens best wel ver, want volgens mij zit dat echt redelijk op de grens van Duitsland. Dus het voelt echt alsof ik op vakantie aan het gaan ben of zo. Dat ik nu naar wintersport aan het rijden ben, of dat ik ergens in Duitsland iets moet doen. Maar ja, ik rij normaal gesproken nooit echt verder dan, weet ik veel, 1,5 uur of 1 uurtje, weet je wel, naar Rotterdam of zo. Maar Hengelo is gewoon bijna Duitsland. Maar goed, we zijn onderweg. We moeten nog 3 kwartier en dan zijn we aangekomen. Maar gelukkig hebben we muziek. Na een lange tocht zijn we eindelijk aangekomen in Hengelo. En ik heb echt heel veel zin. Ik ben echt heel erg benieuwd naar het stuur. Het heeft namelijk 3 weken geduurd. Dus ik was echt best wel lang al aan het wachten op dit stuur. Dus ja, ik ben benieuwd. Ze gaan straks eventjes al deze knopjes overzetten op het nieuwe stuur. En dan krijg ik hier gewoon straks Alcantara. Kijk jongens, daar zijn we. En moet je eens kijken, hier ligt het stuur. En ik weet niet of jullie het goed op camera zien. Maar dit is dus Alcantara. Dat is een andere stof. Wat ik ook al zei, dat zit ook aan de binnenkant. En dat heeft deze jongen gefixt. CM Customs, kijk eens even. Neem me dan. En al, jij gaat al die knopjes op mijn stuur, ga jij dan weer overzetten daarop? Ja, stuurkapjes, knopjes, flippers en de airbag. Alles. Nou, top. Nou, ik ben echt heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien. Dus we gaan nu even alle knopjes overzetten. En dan ga ik zo het eindresultaat laten zien. Zo, jongens, kijk. Ik heb geen stuur. Heb je nou mijn stuur gestolen? Ja. Dit ziet er raar uit, joh. Kijk dan, dat er gewoon. Er zit opeens gewoon niks. Het ziet er heel gek uit. Maar er komt iets diks voor terug. Zo, kijk eens aan. Het nieuwe stuurtje zit erin. En het is dus nu gewoon van Alcantara. Dat is heel vet. Dat zeg maar deze ook stof. Dus alles in mijn auto is nu van Alcantara. Hij is helemaal af. Zo zie je het nog beter, want we staan nu eventjes buiten, maar moet je eens kijken. Het is dus zeg maar ja, een hele vette, dus lekkere, zachte stof. En dat is helemaal top. Nu matchen zeg maar ook met dit en het matchen met dit. Het matcht nu met alles. Heel lijp. Echt fucking vet. Nou jongens en meiden, het stuur zit erop en ik ben er echt hartstikke blij mee. Het ziet er fucking vet uit en het is ook gewoon een soort van nieuwe ervaring zeg maar. Gewoon, het voelt lekkerder, het stuurt fijner. Maar we gaan nog wat leuks doen. We gaan namelijk naar Almelo. En daar zit GB Customs in plaats van CM Customs. En die doet aan uitlaatsystemen en andere vette dingen. Dus we gaan eventjes kijken of we daar nog eventjes wat leuks kunnen doen. Ik heb heel lang contact met hem gehad. En ik ben nog een beetje aan het twijfelen over wat ik nou eigenlijk wil. Laten we het daarop houden. Maar we gaan gewoon eventjes langs kijken. Gewoon even kijken. Even op de koffie. Even gezellig langs. En dan zien we wel wat er gaat gebeuren. Ik heb ook even een broodje gehaald. En wat drinken. Want ja, ik moet ook gewoon lunchen natuurlijk. Dan gaan we nu door naar Almelo. Kijk eens jongens, er zit een nieuwe diffuser op en dit is de oude. En hier zitten niet, zoals je ziet, van die kartels in. En deze is echt een stuk lijp. Dus zit er goed uit. En ze gaan waarschijnlijk straks deze demper weghalen. En dan gaat het weer nog allemaal veel harder klinken. En ik denk dat die pops en bangs dan ook weer harder gaan klinken. Dat zei hij. Toch? Die pops en bangs gaan weer harder, toch? Ja, sowieso niet knallen gaan niet halen. Harder knallen. Nou, ze waren al niet zacht, dus dat komt goed uit. Kijk eens aan, jongens. Er wordt nu een stukje tussen gelast, want de demper is eruit gehaald. En ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat klinken. Hij zegt dat het iets harder gaat klinken. Met name de knallen. Met name de knallen. En er zaten natuurlijk, zoals jullie weten, al pops en bangs in. Dus ik hoop dat die nog harder worden. En nog asocialer. Anders plaatsen we toch gewoon een downpipe. Gewoon een downpipe, ja. Anders dan zet je gewoon hier overal gaatjes in. Gewoon allemaal van grote gaten. Is dat een leuk idee? Ja. Zo, dat mag echt niet. Zoals jullie weten waarschijnlijk komt Boas hier ook best wel vaak met auto's. En hij vroeg net, hey, wat doe je bij GB? En toen zei ik, ik heb Armytrix onder gezet. En dat is een heel hard uitlaatsysteem. Dus ik ga straks naar zijn kantoor. En dan ga ik eventjes kijken of hij me gelooft. Want ik heb natuurlijk gezegd dat ik Armytrix onder heb gezet. Maar dat is niet zo. En dan gaat hij achter de auto staan. Dan ga ik heel hard reffen en dan ga ik kijken of hij het gelooft. Denk je dat hij er gaat intrappen? Nee, ik niet. En als hij er wel intrapt, dan weet je wel dat het neppert is. Ja, maar hij trapt er niet in. Ik denk niet dat hij Nee?
Nou, ik ben echt benieuwd. Boas weet hoe het klinkt. Ja, omdat hij het natuurlijk zelf ook heeft. Ja. En ik weet niet of hij dat van Quinn al wat heeft. Nou, we gaan het zien. Leuke test. Zo. Die diffuser ziet er wel echt veel en veel dikker uit. Kijk, ik zei al tegen jullie dat ik heel misschien zelf ook nog een ander uitlaatsysteem, echt helemaal een uitlaatsysteem eronder wil zetten. Alleen, ik ben er nog een beetje over aan het twijfelen. Maar wat vind jij? Moet het er eigenlijk onder of niet? Ik vind het van wel. Jij vindt van wel. Maar dat is waarschijnlijk ook omdat jij de uitlaatjes zet. Nee, maar dat zeg ik heel terug. Ja, dat brengt gewoon zoveel meer beleving aan je rijplezier. Ja, dat geloof ik echt wel. Helemaal met zo'n auto. Kijk, als nou een 1600 of een 1800 of 2 liter. Dan is het anders. Dan is het wat anders. Maar dit brengt gewoon zoveel beleving aan de snelheid. En... Ja, dat geloof ik ook wel. Dus als er een nieuw uitlaatsysteem onder zou komen, dan zou die nog harder gaan klinken, zeg maar, ook als ik gas geef. Ja, die pops en bangs, zeg maar, die hoor je nu ook al hard. Maar ik wil eigenlijk dat als je gas geeft, het net nog wel harder klinkt. Maar goed, de diffuser zit erop. De diffuser zit erop en er zit daar een mooi nieuw tussenstuk. Dat is mooi gefixt allemaal. Dat klinkt wel echt veel harder hoor. Oh, yo. Holy shit jongens, die klappen nu zijn echt keihard. Ze waren al hard, maar ze zijn gewoon nu gewoon niet gedempt. Dus nu komen ze echt volledig eruit. Fucking ziek. En ik ben ook heel erg benieuwd. Hij is nu eventjes een rondje rijden. Maar ik ben benieuwd hoe het klinkt, zeg maar, als je gas geeft. Hoor je het al als je gas geeft, echt veel? Ja, ik weet niet hoe het was. Oké, wel, wacht. Trek eens weg. Ja. Die klappen, zeg maar die bolletjes wat je allemaal hoort, die zijn harder geworden. Maar ook het doorschakelen is net eventjes wat harder geworden. Dit is een mooie tussenstap. En wie weet kunnen we dan straks wel een volledig uitlaatsysteem helemaal eronder laten zetten. Ik weet het nog steeds niet zeker, maar laat maar eventjes weten in de comments. Moet ik een Armitrix uitlaat eronder laten zetten of niet? Maar het klinkt wel echt veel dikker. Ja, je hoort hem ook als je het gas loslaat. Je pops en bangs, hoor je gigantisch. Ja, echt beter, ja. Heel nice. Lekker gedaan. Ja, toch? Lekker. Dus als je ooit nog wat nodig hebt voor je uitlaat, jongens. GB Customs, echt lijp. Oh, en ook die diffuser, jongens, ziet er zo dik uit. Daar ben ik ook echt blij mee. Dat is wel een heel verschil. Ja, maar echt heel bruut, heel bruut. Oké, en dan gaan we nu naar Boas. En dan gaan we kijken of hij echt een autoliefhebber is of een neppert. Want we gaan gas geven en dan ga ik zeggen, ja, ik heb een Armitrix erin laten zetten. En dan kijken of hij het gelooft of niet. Want er is helemaal niks veranderd in principe met echt het gas geven. Dus we gaan het zien. Let's go naar Boas. Kijk eens, daar is hij. Boas! Noah Army, broer! Jij hebt ook Armitrix, toch? Ja, moet ik even laten horen? Bro! Ja, fucking dik. Maar goed, ik heb een nieuwe diffuser. En ik heb Armitrix nu. Jij hebt die meer sportieve gepakt, hè? Ja. Gast, hij is echt dik, oprecht. Hij is fucking vet, hè? Oké, maar nu ga ik hem laten horen. Hou hem maar vast. Ik ben heel benieuwd. Oké. Ouwe. Gas, dit is hard. Ziek, hè? Hoe vind je mijn Armitrix uitlaat? Dik. Ja? Heel ja, hij dik. Zit er niet onder. Huh? Nee, dit is harder dan dat hij was. Sowieso. Dit is geen Armitrix. De laatste keer dat ik hem hoorde was hij niet zo hard. Hij was sowieso niet zo hard. Wat heb jij daar aan gedaan? Niks. Ik ben letterlijk hierheen gekomen om deze grap te maken. Jij had eerst die platte zonder dit, of heb je wel die diffuser? Je hebt de diffuser wel, maar ik heb niks veranderd. Ik heb helemaal geen Armitrix eronder. Zo, Dan is het gewoon dat ik moet denken dat het harder is dan het harder is. Nee, hij is de dempers weggehaald. Dus hij heeft zeg maar alleen één pijp ertussen gedaan. Maar hij is dus wel harder? Ietsje. Je knallen komen meer naar buiten. Eerst bleven ze er meer in zitten. Klopt, maar jij geloofde dat de Armitrix was, ja toch? Ja, ik denk jij bent rich bitch geworden, maar nee. Dan is de prank geslaagd. Yay. Yeah. Nee, ik ben geprankt. Vind ik hem niet leuk. Ik noemde je Armitrix broer, maar dat ben je helemaal niet. Nee. Nou, ik ga weer. Nu ben ik wel een Armitrix broer. Nu ben je wel Armitrix broer. Nu ben ik een Armitrix hoer. Blijft ook lekker deze hoor. Waar komt die bal af? 5. Deze blijft gewoon zo bizar dat deze voelt gewoon heel eng. Ja, hij voelt echt alsof hij ontploft. Als je die gewoon gas geeft en zo boem, oh leuk klap en deze is een bom, wow, help! Ja, maar jij hebt nog steeds geen downpipe, hè? Nee. Dan ga je dat ook krijgen.
Ja, maar als je army doet, zullen we afspreken, als je army doet, gewoon van voor naar achter, helemaal. Ja, ik heb ook al gezegd, als ik army tricks doe, dan doe ik het volledige pakket. Ja. Dan gaan we ook niet gek doen. Nou, we gaan wel gek doen. Ja, maar dan gaan we gewoon... Nee, je gaat geen half werk leveren. Maar de diffuser is wel dik, hè? Maar de diffuser is wel, inderdaad. Ik dacht, anders dan ben ik helemaal gek geworden als jij... De diffuser is anders, maar Dat wilde ik gewoon heel graag. Ik wilde jou heel graag gewoon even zien. Ja, nou, lief, dankjewel. Ik beloof het, als ik mijn army tricks heb, dan stop ik. Dan stop ik echt. Dan doe je dat dus als laatste. Ja, precies. Dus dat duurde nog eventjes. Ja. Ik vind het wel een beetje stom dat je tegen me liegt, maar voor de rest is... Ja, ik ben gewoon super boos. Ik ga weg. Doei. Nee. Boas, ik zo... Nee. We kunnen het hier ook gewoon over hebben. Ik bedoel, we hebben het hier laatst over gehad. Je hoeft niet... Ook bij een grapje kan natuurlijk gebeuren. Dan hoef je niet gelijk... Nee. Boas! Nee. We hebben het hier over gehad, Boas. Open doen. Nee. Niet zo kinderachtig doen. Dat vind ik kinderachtig. Dat ben ik ook. Nou, dat was Boas. Doei! Zo, misschien kennen jullie het wel, jongens. We zijn bij Kop van Zuid in Rotterdam. Hoi. Mag ik jullie niet even stoppen? Nee, natuurlijk niet. Oh. Dat wordt al van tevoren aangegeven. Waar? Dat je met de kabel kon rijden, staat er al een stilstaand verbod. Oh, oké, dan... Verkeervakken. Ja. Nou ja, ik wacht even, want iemand komt mijn sleutel brengen en dan kan ik erin. Ik kan ook gewoon in de verkeer wachten. Ja, oké, dan wacht ik daar. Yes. Okay. Top, dankjewel. Ik stond net hier op de stoep, nou eigenlijk daar. Maar dat werd niet echt gewaardeerd, want je mag daar dus niet stilstaan. En blijkbaar mag je dus op de hele Kop van Zuid nergens stilstaan. Maar ik wist dat echt niet. Ik sta hier altijd gewoon een beetje te wachten op Gio als ik naar binnen moet of zo. Maar goed, dan weten we dat ook weer. Niet stilstaan op Kop van Zuid. We zijn binnen, jawel. En ik kan natuurlijk niet eventjes hier... Ik moet eventjes een klapje laten horen. Hallo! Hallo! Hey, zoals je misschien hebt gezien, ben ik vandaag mijn uitlaat gaan doen. Ja, dat heb ik wel gezien. Oké, hier, hou vast. Ga even laag, lekker laag zitten. Ja. Echt gewoon. Ja, ziek, hè? What the fuck? Dat is niet normaal. Echt ding. Wel vet lijf, hè? Ik ben echt blij mee, man. Hoe duur was dat? 150 euro. Huh? 150 euro? Ja. Dat is echt niks. Nee. Hè? Maar hoezo zo goedkoop? Het lijkt me veel duurder. Influencer korting. Swipe up. Bruh. Zo, Gio heeft ook even spulletjes voor me meegenomen. Wat moet je per se hebben eigenlijk? Nou, een laptop, omdat ik ben natuurlijk, ik moet altijd goed werken en zo. Je bent acteur, dus je moet nog eventjes. Ja, precies. En een sokken en een onderbroek en mijn tandenborstel. Want als ja, weet je het anders dan, dan is mijn bek vies. Nee! Oh, je moet het open doen, man. Nee, open doen. Ja, toch. Fuck. Wow! Zo. Je dikke moeder. Sorry, moeder van Vincent. Wat zei je nou? Ik zei je dikke moeder. Mam, ik ben geen vrienden met Gio. Hoor. Ik ben helemaal geen vrienden met Gio. Hebben jullie ook altijd dat als je eten hebt besteld dat je gewoon niet kan wachten tot het er is? Ik open letterlijk elke minuut mijn app om te kijken of je al dichterbij is gekomen. En hoe later staat dat het aankomt. En nu weer, ik kan gewoon niet wachten. Maar ik heb ook zo'n trek, jongen. Het is niet normaal. De bel is gegaan. Yes. Oké, thank you. Bye. Ik heb het. En het is Pokeball. Ik heb trouwens echt een beetje een soort van verslaving aan Pokeballen. Want elke keer als ik iets ga bestellen hier, dan is het altijd de Pokeball. Omdat het gewoon fucking lekker is. Jongens, ze bellen nu aan. Maar ze hebben de sleutel niet mee. Luister. Jullie hebben de sleutel niet mee. Ik kan die letterlijk nu gewoon buiten laten staan, zodat jullie boete krijgen. Nee. Er was net al een ME-busje. Wacht, hoe laat is het? Kijk eens op je telefoon. Open. Hoe laat is het? 20:58. Doe open. Wacht heel eventjes. Nee. Kijk eens even, Daphne is ook aangekomen. En Daphne die zegt van... Nou. Nee, maar Daphne die zegt van, wat heb jij lang haar zeg? Kan ik niet jouw haar krullen? Dat kan. Ja. Ik ga het eerst plakken. Welk haar? Welk haar? Oh, dat andere is al gekruld natuurlijk. Nee, oké, ja. Ik snap het. Nee, die ga ik stijl maken. Oké, maar wat ga je nou eerst doen dan? Ja, je hebt best wel lang haar. Dus ik ga het eerst even stijl maken. Je hebt het best wel gekruld al. Wat ga je stijl maken? Ah, ik stop wel. Je wil je ook wat zeggen anders? Ja. Dus ik ga wel even water. Volgens mij heeft hij aandacht gehoord.
Kan je het ook gelijk knippen? Ja. Ik zei vanochtend... Ik zei vanochtend nog dat ik echt naar de kapper moet, omdat ik kan hier gewoon helemaal niks meer mee. Maar goed, jij gaat laten zien dat je er nog wel mee kan. Ja, dat ja. Het gewoon het red is. Nou, we gaan het zien. We gaan het meemaken. Au! Dat schrok er echt heel hard. Daf, kom op, ik betaal je... Daf, schiet eens op, we betalen hiervoor. Ja, ik betaal je gewoon voor. Daarna mag je gewoon weer naar huis. Ik bedoel, het is 10 uur bijna. Je kan ook gewoon lekker thuis zetten. Dus we zijn nu klaar. Is dit het eindresultaat? Het eindresultaat. Laat in de comments weten of je verschil ziet. Zullen we naar huis sturen? Ja. Ga maar weg, Daf. Dames en heren, jongens en meisjes. Dat was hem dan voor vandaag. Het was een lange dag en ik heb veel voor mijn auto gedaan. Echt veel. En ik zei net ook al tegen Gio, ik heb gewoon zin om morgen weer mijn auto in te stappen en lekker te gaan rijden. Want ik ben echt blij met mijn nieuwe stuur, met mijn nieuwe diffuser. En ook weer met het hardere geluid. Maar goed, ik zie jullie bij de volgende video. En dan spreek ik jullie later. Ja.